Klotsbach op de bank. Marnix Rup zit daar ook nog. Die is nog druk aan het tekenen voor onze wedstrijd rondom het aantreden van onze nieuwe koning. Daarover straks nog wel even wat meer. Maar eerst, wat bezielt ons toch, Paul? Dat valt mij ook wel op, hoor. Om elke scheet die we laten op internet te zetten. Er wordt getwitterd, er wordt gefacebookt en noem maar op. Het is ook het uitgangspunt van de nieuwe voorstelling van cabaretier Harry Klotsbach. Hij staat een paar keer in onze regio. Om te beginnen morgen in Rijswijk. Daar geven we straks ook kaarten voor weg. En 16 maart is hij te zien in Noodorp met zijn voorstelling met de prachtige titel... Aandachtsschuil. Het is een waanzinnige titel. Nou, leg zelf even uit. Ik bedoel, altijd even op Facebook. Maar waarom heb je voor die titel gekozen en waar gaat het over? Nou, de titel refereert natuurlijk meteen direct aan wat Debbie zojuist zei. Van dat mensen gewoon elke scheet op Facebook zetten. En elk dingetje, elk aspect van hun leven vinden ze interessant genoeg om te delen met de rest van de mensheid. Terwijl ja, ik toch wel heel duidelijk zie bij mezelf ook dat de rest van de mensheid daar niet altijd op zit te wachten. Nee, maar jij herkent jezelf er wel in dat je dingen, dat je ook heel snel bent. Want ik zet het erop. Nou, ik probeer wel tegenwoordig een beetje, zeker nu ik deze show maak en dat geconstateerd heb, een beetje, klein beetje censuur toe te passen op mezelf. Maar goed, luister, ik heb ook zat onzin erop geknald en ego-strelende dingen van kijk eens wat ik nu heb gedaan en kijk eens wat ik goed ben en kijk eens, ik ben op vakantie en jij niet. Oh, nee, daar gaat het ook een beetje om. Hey, even voor de mensen die denken, wie is Harry Klotsbach? Precies, dat is, ik lees even voor hoe het hier staat, voordat je boos op mij hoort. Jij bent die mislukte volkszanger uit de reclame van een casino. Oh, dankjewel. Ja, en het klinkt zo. Hey, buddy. Ik heb een nieuw nummer voor je. We gaan gelijk beginnen. Een beetje verliefd? Ik dacht een beetje verliefd. Het voelt een beetje als een wijvennummer, dit. Ik vind het niks. Hey, buddy. Dit wordt hem. Kon ik maar even bij... Even bij je zijn, veel pijn. Dat is echt ruimelarij van het niveau likbevissie, man. Kedekke ding, kedekke ding. Oehoe. Geweldig. Ja, ken je hem gelijk, ja, Debbie? Ja, inderdaad. Maar weet je dat erg? Ik had helemaal niet de link gelegd naar jou, Harry. Serieus? Nee. Nee, maar dat komt omdat ik in het dagelijks leven een hele beschaafde jongen ben. En je ziet er ook heel anders uit of zo. Ja. Hey, beter of slechter? Beter, uiteraard. Okay, beter. Hey, word jij nog wel herkend door die reclame? Dat mensen zeggen, hey! Nou, ik had in die reclame, eigenlijk speelde ik alles met pruiken op en zo. Mm-hmm. Dus het herkennen zelf valt wel mee. Maar zodra ik begin te praten, dan gaat er wel een belletje rinkelen bij mensen. Dan ze zeggen, oh, wat is dat nou, die stem van jou? Ik weet niet. En dan komen we meestal wel daarop uit, zeg maar. Maar hoe is dat zo gekomen? Want je bent dus cabaretier en ineens sta je dan in zo'n reclame. Nou ja, je doet dus wat castings. En in dit geval werd ik trouwens gevraagd hiervoor. Iemand die had me gezien in een comedy show, een regisseur. En die zei van, hey, volgens mij hebben we hier de juiste persoon uit 020 te pakken die dat kan. Ja. Ik heb net begrepen dat ik 020 moet zeggen hier. Dat is Sjaak Brals zijn terminologie. Dat zei jij net. Dat is wel duidelijk. Ik hou me er maar aan, want stel je voor dat ik dan het verkeerde woord zeg, dan word ik hier gewoon eruit gebonsjoerd. Heeft Sjaak dat trouwens werkelijk gezegd? Ja, dat lieg ik niet. Ondanks dat hij uit 020 komt, is hij grappig. Dat was een soort van extra compliment dat je uit Amsterdam komt en dan toch leuk bent. Ik ben heel lief van hem. Ja. Ja. Hij baalde er ook van dat je niet kwam toen trouwens die dag. Oh, hij was Ja, toen was Sjaak mijn man. Oh, hey, zometeen meer over jouw voorstelling. Morgen dus in Rijswijk is hij te zien, Harry Klotsbach. En 16 maart in Noodorp. We geven voor beide voorstellingen kaarten weg. Dus wil je erbij zijn, dan kun je bellen. 070-390-5454. Of even een mailtje sturen. 180 kaarten staan te hebben. Oh, nou, ik wil dat iets bescheidener houden, maar je wil gewoon lekker de zaal lekker vol. Nee, iets minder. Je kan ook mailen Debbie en haar mannen @omroepwest.nl. Vergeet dan niet je volledige adresgegevens en een korte motivatie. Zometeen meer, Harry Klotsbach. Ik zeg net tegen Paul van Berkel, mijn man van de dag hier bij Radio West. Haagser en Amsterdamser kunnen we ze niet op de bank hebben. Het net, hè? Ongelooflijk. Marnix Rup, die druk aan het tekenen is aan een briljante portret. Een grap van Willem-Alexander en Maxima. Koningin Maxima wordt het gewoon eigenlijk, zei hij net. Daar gaan we het zo weer verder over hebben. Maar hij wordt leuk. En Harry Klotsbach uit 020 op de bank. En dat hoor je, dat is heel leuk. Dat typisch Haagse, geluid, dat heerlijk Amsterdams door elkaar. Harry, jouw voorstelling heet Aandachtsgeil. En het gaat dus echt over het feit dat mensen alles tegenwoordig willen etaleren op internet. Ja. Hoe uitzicht dat in jouw voorstelling? Nou ja, ik geef uiteraard voorbeelden. Misschien een van de meest schrijnende voorbeelden is bijvoorbeeld dat ik op een gegeven moment heb ik een ex op Facebook. Iemand waar ik heel lang mee ben geweest, een dame. En die, die vindt het op een gegeven moment. En zij is dan ook een vriend van mij, want dat moet kunnen tegenwoordig.
En kijk, vroeger als je een relatie had en dan ging het uit, dan zag je iemand gewoon niet nooit meer. Nooit meer, nee. Weet je, je belde nog eens een keer voor de forum na een jaartje van, joh, gaat het goed? En dan hoop je dat het gesprek heel kort duurde. En, maar tegenwoordig, ben je vrienden op Facebook, ik zit elk aspect van haar leven gewoon te volgen. En vorig jaar bijvoorbeeld kreeg ze opeens een baby. Want ze was dus wel doorgegaan met haar leven. Ah, en, wat klinkt dat maar kijk, dan word ik geconfronteerd met die baby. En dan ga ik eraan over nadenken. Het had jouw baby kunnen zijn. Het had mijn baby kunnen zijn. En dan denk ik van, oké, wat maakt het mij nou gelukkiger om dit te zien? Om dit in mijn leven te hebben? Marnix zit nee te schudden. Nee, toch? Oh. Nee. Hij heeft zijn pen in zijn mond, we verstaan hem niet, maar hij zegt nee. Maar weet zij er ook van dat jij dit meepakt in een voorstelling? Of zit het in je voorstelling überhaupt, dit stuk? Nee, want ik heb een rondvriend. Dus ze weten niks van. Dat is dan wel het handige, hè? Dat is in het dagelijks leven wat lastiger. Dat kan je gewoon op Facebook met één knop doen. We hebben je net horen zingen als die mislukte volkszanger, ja. Zoals het werd omschreven. Je zingt ook in de voorstelling. Ik zing ook in de voorstelling, ja. Ja, een paar liedjes. Het zijn wel over het algemeen, het is het één serieus liedje en twee grappige liedjes. Dus over het algemeen schrijf ik wel grappige liedjes. Dat is ook het idee van cabaret, toch? Dat hoop ik. Maar je zit zelf in de reclame, maar neem je ook reclame zelf op de hak dan, begrijp ik? Ja, er zit toevallig ook een... op een gegeven moment, ik kan niet te veel verklappen van de voorstelling, is niet zo leuk natuurlijk. Maar op een gegeven moment dan heb ik een stuk dat ik zeg van, als je niet meer op Facebook zit, ja, het is wel lekker een uitlaatklep. Het is een soort... vroeger ging je biechten in de kerk en dan was je van je zonde af. En tegenwoordig zet je het gewoon op Facebook en je krijgt 10 likes en dat is een soort 10 wijsgroetjes, weet je. Dus daar ben je ook klaar mee. Je hebt ook je irritaties, hè? Er is een reclame die jij heel irritant vindt. En ik denk met jou veel anderen. Ja, daar er zit een heel stuk in die voorstelling. Dat doen jullie op over de firma Carglass. Oh man, dat is toch verschrikkelijk, die reclame. Echt, als ik dat zie, dan een kippenvel. Maar ook heel interessant. Juist omdat het zo slecht gespeeld is. Want het zijn ook geen acteurs, hè? Oh, het zijn echte mensen die daar werken dan? Het zijn mensen die daar werken. Oh, kijk, en kijk, niet iedereen kan radio maken, toch, Debbie? Nee, ik denk het niet. Kijk, ik ben nu heel voorzichtig met wat ik zeg. Ja. En niet iedereen kan acteren. Dus je kan niet zomaar een of andere piepo die normaal gesproken gewoon met de twee zuignappen naar voorraad eruit trekt. Opeens van, hey, ga jij eens even lekker een stukje over Carglass vertellen in deze camera. Ja, dat gaat natuurlijk niet werken, weet je. Dat wordt hakkelen, stoten en zo slecht opgezegd dat je... Ja, daar moet je gewoon iets over zeggen dan. Ik dacht dat het D-acteurs waren eigenlijk. Nee, ik ben nu al benieuwd. Ik moet dit zien. Ja, nou, dat kan dus, nogmaals. Want morgen staat hij in Rijswijk. Er zijn nog 150 kaarten beschikbaar. Oh, ik dacht morgen komt de Carglass commercial. Ja. Ja. Ik heb een verkeerd bruggetje dit. Die weten jou nu te vinden. Ja, precies. Nou, ik heb al 4 keer die naam genoemd. Ik krijg geld van ze, verdorie. Ik krijg een nieuw voorraad van ze. Ja, want ook slechte reclame is reclame. Ja, toch? Ja, als het maar vaak genoemd wordt. Nou, we gaan het nu niet meer noemen. Morgen staat Harry Glotzbach in Rijswijk in het theater, in de Schouwburg. Ja, mag ik nog één ding over zeggen over de voorstelling? Of over Rijswijk? Over Rijswijk. Zo'n mooie stad. Zo fantastisch. Ik wil niks over Rijswijk. Ik vind het wel een leuke stad, hoor. Nee, maar kijk, de voorstelling heeft ook wel, buiten dat ik zeg maar over reclames en over exen op Facebook. Het is wel een soort rond verhaal, weet je. Uiteindelijk gaat het wel over dat ik vind dat mensen gewoon meer echt contact met elkaar moeten hebben. En niet virtueel contact, want dat maakt ons leger. Mm. Dat is eigenlijk een beetje de achterliggende gedachte van de voorstelling. En dat is niet grappig, maar wel waar. Nou, dat vind ik een mooi ter overpijn zien. Toch? Een mooie afsluiting. Wil je Harry zien? Dat kan 8 maart in Rijswijk.